Hallo. Ik heb het je al vanaf dat ik voor het eerst van je hoorde willen vragen. En nu kan het eindelijk eens een keer. Betekent Nadieh iets? Het is een naam die we nooit tegenkomen en die zo mooi klinkt. Nadieh is heel toepasselijk. Het betekent de roepster. Dus iemand die heel hard roept. Het is in het Arabisch. Ja, ja. Nou, je roept ook best hard, redelijkheid. Ja. Ik heb er net bij je aankondiging gezegd dat je een jaar geleden nog volkomen onbekend was. En nu kennen we je allemaal. Je hebt dan een prijs gehad, een zilveren harp en platen die succes hebben. Was je een meisje dat, laat ik zeggen, van hun leeftijd af al wist dat ze wilde zingen? Ja, en ik zong ook toen ik zo oud was. Ja. Vertel eens, in koren? Ook, maar ook in de badkamer en in de huiskamer en op familiefeestjes en overal waar ik kon zingen. En zeiden mensen steeds tegen je, je moet doorgaan, je zingt leuk? Of zeiden ze, hou je mond nou eens? Nee, dat zeggen ze nu pas wel eens. Maar nee hoor, ze zei, ga maar gewoon door. En ik had een oom en die had dan een hele mooie bruine hoed. En die ging dan met de hoed rond. En dan deed de hele familie daar 2,50 in en dan kon ik weer voort. Je zingt nou voor meer, denk ik, hè? dus hun raad, jouw raad aan hun, als zij ook willen zingen, is doorgaan en je niet uit het veld laten slaan? Nee, absoluut niet. Gewoon doen wat je hartje ingeeft en doorblazen als je daar zin in hebt. Ja. Ik ga eens even kijken of ze veel van jou weten. Ik begin bij Leeuwarden. Dat lied dat ze net zong, dat heet Lover's Eyes. En dat heeft ze zelf geschreven. Maar heeft ze nou daarvan de tekst en de muziek geschreven? Of heeft ze alleen de tekst geschreven? Of heeft ze alleen de muziek geschreven? Hoor je ze fluisteren? Wat wordt het, jongens? Wie gaat het roepen? Tekst. Zeg het maar. Tekst. Net hoorde ik heel wat anders. Tekst en muziek. Ook raar, de hele tribune roept tekst en muziek. En zeg ik, zeg het maar, dan zeg je alleen maar tekst. Natuurlijk, tekst en muziek, dat scoort 2 punten. Gent, de beurt is aan jullie. Het liedje dat ze hiervoor heeft gezongen, dat wil zeggen niet in dit programma, maar de afgelopen maanden hoorde je dat veel en zag je het ook op de televisie zingen, dat heette Wind Force, dat betekent stormkracht. Maar was dat nou stormkracht 10, dus Wind Force 10, of was het stormkracht 11, Wind Force 11, of was het Wind Force 12? 11! Hoe weet je dat nou zo zeker? 11! Ja, heel goed, jullie spreken al Engels ook, 2 punten, prima. Harde roeper, zeg ik nu maar even. Nu je er toch bent, weer nog iets roepen voor ons? Ik zal ontzettend hard roepen. Goed zo.